een mooie winnaar voor betreft het sporttalent van het jaar. Ja, op zo'n maandagavond dat we hier bij elkaar zitten en toch terugkijken op dat sportjaar, zijn veel sporters gewoon nog actief. Want het is eigenlijk maandag, gewoon een trainingsavond. En dan is er niks te doen met de witte port. Dan moet er gewoon flink gezweet worden. Om die sporters toch een beetje te betrekken bij dit gala. Het zijn tenslotte ook een beetje toch de talenten en misschien wel de prijswinnaars van de toekomst. Hebben we Kim Langenslag op weg gestuurd om te kijken hoe zo'n maandagavond er bij de sporters uitziet. En als het goed is, heeft ze volgens mij een aantal sporters gevonden. Nu in actie. Ja, terwijl jullie allemaal lekker aan het feesten zijn en misschien al een borreltje op hebben, staan de echte sporters, die staan gewoon te trainen natuurlijk, want het is gewoon trainingsavond. Ik sta hier met een karategroep, je hoorde het aan het lawaai. Tamara van de Karate Do Wang uit Neerbeek. Ze schreeuwen wel heel erg hard, hè? Ja, die schreeuw, dat is de kiai. De kiai, dat is een krachtexplosie aan het einde van de techniek. En dat is eigenlijk om de techniek krachtiger te maken en het verrassingselement erbij te houden. Ja, verrassing is het zeker. Het is ook een beetje eng, vind ik, als je ze zo tegenkomt misschien, hè? Ja, jij zult het misschien eng vinden, maar de mensen die vaker bij ons in de dojo komen kijken, die hebben daar geen enkel problemen mee. Hey, aan die dan! Hey, Lisa! Hey! Lisa! Hey! Hallo! Ineens een stuk stiller geworden hier op de mat. Dat is het afgroeten. Ik moet zeggen dat ik me wel een stuk veiliger voel dat ze hier nu gewoon achter mij staan. Ja, Kim, dankjewel. We schakelen nog een paar keren terug naar de vanavond. Kijken hoe het inderdaad gaat met die sporters. We gaan naar de tweede prijs van vanavond. De nominaties voor de sporters met een beperking. Rolstoelhockeyer Jules Schouwenberg uit Roermond is al jaren de sterspeler van zijn club Black Scorpions in Valkenburg. Zijn sterke prestaties zijn door de bondscoach niet onopgemerkt gebleven. Schouwenberg maakte daarom ook deel uit van de nationale rolstoelhockeyselectie. Zitvolleybalster Jolanda Slender uit Margraten maakte het meest succesvolle jaar van haar carrière mee. Op het wereldkampioenschap in Roermond behaalde Oranje met Slender een gouden plak. In de finale werd China met 3-2 verslagen en daarmee bleef Oranje ook ongeslagen. Met de wereldtitel ontving het team van Slender een Olympische nominatie voor de Paralympics van Beijing in 2008. Rolstoeltennister Sharon Walraven uit Hoensbroek maakte wederom een zeer succesvol jaar mee in haar toch al zo succesvolle carrière. Zo won ze dit jaar maar liefst 8 Grand Slam toernooien. En naast die gouden plakken behaalde ze vele ereplaatsen op andere toernooien. Zo werd ze in november 2e op het wereldkampioenschap in Amsterdam. Walraven staat 3e op de wereldranglijst en hoopt stapje voor stapje dichter bij de nummer 1 te komen, landgenote Esther Vergeer. Met een jaar zoals het afgelopen jaar begint dat aardig te lukken. Ja, en de Limburgse sporter met een beperking 2006 wordt bekendgemaakt door niemand minder dan Schenk Schalke. Jane, hartelijk welkom. Fijn dat je hier vanavond bij ons bent. Ja, ik ga jou maar dezelfde vraag stellen die ik net aan Rens Blom stelde. Want je hebt ook met een aantal blessures te kampen gehad. Ben je weer fit? Gaat het weer beter met je? Nou, ik ben fit genoeg om een balletje te slaan. Maar ik ben nog niet fit genoeg om vol gas de wedstrijden te spelen. Ik heb in Sant Anton een paar invitatietrainingen gedaan. Of een invitatietoernooitje was daar. En er waren dus grote jongens als Joachim Johansson en een paar Oostenrijkse vedettes. Maar ik merkte toch al snel dat ik weer last van mijn rug kreeg. En ik heb daarna eigenlijk na die 3 dagen heb ik rustig aan de snaps gezeten. Dus niet meer op de trainingsbaan.
Nou kan ik me voorstellen dat het ook best leuk is om even wat meer thuis te zijn. Nu je zo'n prachtige dochter hebt. Jackie? Nee, op zijn Limburgs, hè. Jackie gewoon. Okay. Gaat het goed met haar? Ja, het gaat heel erg goed. Ja, het is erg leuk om wat meer tijd voor haar te hebben. Want normaal gesproken, als je dus rondreist, dan zie je haar helemaal niet. En dus ik ben op het goede moment geblesseerd geraakt. Maar we hopen natuurlijk allemaal wel dat je weer gaat spelen. Zit dat er wel weer in? Ik ben aan het proberen. Ik denk dat ik mezelf nog een paar maanden de tijd geef om te kijken of die laatste kwaaltjes weggaan. Zolang dat niet gebeurt, dan ga ik dus ook niet internationaal spelen. En dan moet je op een gegeven moment ook wel de conclusies trekken. Want ik ben nu al 2,5 à 3 jaar ben ik geblesseerd. En als dat maar door blijft gaan, dan op een gegeven moment houdt het op. Je bent nog veel te jong om er helemaal mee te stoppen. Ik heb iets gehoord over de Davis Cup. Davis Cup, ik weet dat er een nieuwe captain is. Ik weet dat ik zelf graag speel en dat ik op dit moment nog niet sterk genoeg ben om... ik moet mezelf eerst bewijzen. Ik moet eerst bewijzen dat ik genoeg toernooien heb gespeeld. En op dit moment is dat nog heel ver weg voor mij. Maar tegen Engeland komen de wedstrijd met een nieuwe captain. Ik ben benieuwd. Ja. Een bij jou welbekende captain, hè? Nou, we hopen in ieder geval om je weer heel snel op de baan te zien. Geniet in tussentijd nog even van vrouw en dochter. Je mag nu bekendmaken wie de Limburgse sporter met een beperking 2006 wordt. Dat staat in die envelop. En de winnaar is Sharon Walraven. Sharon Walraven, dames en heren. Hartelijk welkom. Kom een klein beetje naar deze kant. Dan kunnen we je allemaal goed zien. Sheng heeft een prachtig beeldje voor je. Dat krijg je in ieder geval eerst. Dat mag hij overhandigen, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, het gaat om de titel natuurlijk, maar het beeldje is ook wel heel erg mooi. Ja, van harte gefeliciteerd. Ik wou dat ik zo hoog op de ranglijst sta, nummer 3 van de wereld. Dat is mij nog nooit gelukt in ieder geval. Dus. En jou lukt het al een aantal jaren op rij, Sheng. Ja, ik mag wederom niet klagen. Ik heb dit jaar een heel goed jaar gehad. En met goede resultaten. En in de aanloop naar Peking denk ik dat ik goed op weg ben. Eigenlijk heb je nog beter jaar gehad dan het vorig jaar, terwijl dat al zo goed was. Ja, ik denk dat ik stapje voor stapje inderdaad iets dichter bij die nummer 1 kom. En iedereen vraagt het altijd aan me. Wanneer gaat het nu eens... Ik wou het niet vragen. Nee, het staat op het programma voor volgend jaar. Dus dan denk ik dat ik er maar eens moet gaan verslaan. En daar ben ik wel hard voor aan het werken en hard mijn best voor aan het doen. En we zullen het volgend jaar zien. Is het een andere vorm van trainen ook die je doet? Of maakt dat niet uit? Ja, ik ben de afgelopen 2 jaar gewoon veel intensiever gaan trainen. 2 jaar geleden heb ik Joop Broens, mijn trainer, leren kennen. En we zijn echt fulltime aan het werk nu. Ik heb een heel team van mensen eigenlijk om mij heen die mij begeleiden. En dat gaat eigenlijk heel goed. Dus ik ben fulltime aan tennissen. 6 keer in de week trainen, een aantal uren per dag. En alles wat daarbij hoort. En daar voel ik me best wel goed bij. Nou, en dat werpt ze vruchten af. Dat is natuurlijk helemaal geweldig. Heel hartelijk dank. Sheng Schalke, bedankt. Heel veel succes. We hopen je nogmaals snel weer in actie te zien. Sharon Walraven, dames en heren. Sportvrouw met een beperking. Sporter met een beperking. Mannen en vrouwen, sporter met een beperking. 2006. Uw applaus graag. Ja, dat is een mooie prijs voor Sharon Walraven. Ook vanaf deze desk onze felicitaties natuurlijk. Onze volgende gast, die won, om dan toch maar een bruggetje te maken naar de prijsuitreiking van net. Die won al een Schenkske. Maar dat is in dit geval dan een prijs voor muziektalent. Maud Willems, daar gaat het over. Voor deze maand zong ze nog voor Balkenende. Doen deze dat met Wie ik nog jongske hoor. En hij vond het nog leuk ook, de premier. Ze kennen haar natuurlijk vooral van haar repertoire in het Engels. Ze is langzaam een beetje aan het veranderen naar het Limburgs. Ze is er, ze is klaar. Ik zie het. We kunnen gaan overgeven naar het podium. Hier is voor u Maud Willems. Ik wil alle sporters, alle genomineerden ten eerste van harte proficiat wensen. En wat de topsporters nodig hebben, dat hebben muzikanten ook nodig. En dat is water. Daarom is dit lied voor alle genomineerden, Cool Water. Well, it's late at night, and I am going out. I'll meet some girls.
to the bar and we'll chat and laugh, and I turn around wondering where you are, and I don't see your face in the crowd, and I am down and upset, but then I feel someone's staring at me and I forget what I once had. A cool water, everything's gonna be alright. I see him smiling, yes, and he talks to his friends. He looks at me, the girl he has found. Slowly he's walking over to me, but I turn around. I feel a hand on my shoulder, and God, well, I thought it was not very nice. Turn around, angry man, and I look straight into your eyes. Cool water, you're watching me tonight. Cool water, everything's gonna be alright. And cool water, you're watching me tonight. I'm standing here, we're talking to you, and I ask, where have you been? And you say that you were waiting up on me, 'cause you bought me some cool water. You're watching me tonight. Cool water, everything's gonna be alright. Cool. Everything's gonna be alright. And everything's gonna be alright. Thank you. Ja, Maud Willems was dat. U kunt uw commentaar achterlaten op haar website. Ze heeft er speciaal een gastenboek voor geopend, mautwillems.nl. Als u het leuk vond, kunt u daar terecht. We gaan nog even terug naar Kim Langeslag, want zoals gezegd, inderdaad, veel sporters hier in de zaal vanavond. Maar er zijn er ook heel veel in training. Hoe brengen die zo'n maandagavond door? Volgens mij heeft ze nu de acro-gymmers gevonden. Mysterieuze muziek en ook hele mooie vormen hier tijdens het acrogymmen. Het is een mengeling tussen gym en acrobatiek. Het ziet er zeer spectaculair uit. We zijn hier in het Olympiadroom in Landgraaf en genieten van deze demonstratie. De tafeltennisters van Fürst Heerle waren afgelopen jaar weer ongenaakbaar. De dames werden opnieuw algeheel kampioen van Nederland. In Europa is Fürst ook inmiddels een geduchte tegenstander. De Heerlense dames behaalden afgelopen seizoen de laatste 8 in de Champions League. En dat blijkt geen toevalstreffer. Ook dit jaar is de ploeg van trainer Hans Linge weer in de race voor de volgende ronde van die Champions League.
Het zeilteam Peulen uit Neer is internationaal misschien wel bekender dan in eigen provincie. Maar dat zal gauw veranderen. Het zeilteam in de H-klasse van stuurman Hans Peulen was dit jaar zeer succesvol. Op het wereldkampioenschap in Zweden behaalde het team een prachtige zilveren medaille. Eerder liet het team al zien bij de top te horen door de prestigieuze Kielerwoche te winnen. Op het NK in Medemblik was Peulen en zijn bemanning ook al de beste dit jaar. De dames van de reddingsbrigade uit Echt hebben de laatste jaren een indrukwekkend cv opgebouwd. Dit jaar werd de ploeg alweer voor de 7e keer Nederlands kampioen pool events voor clubteams. En ook bij het onderdeel Oceans Events gaan de extra dames voorop in de strijd. Op dat onderdeel werden ze dit jaar voor de 6e keer Nederlands kampioen. Ja, en dat waren de genomineerden. En de winnaar wordt nu bekendgemaakt door oud-wielrenner Ad Wijnands. Wie gaat aan? Fernandez of Adje Wijnands? Adje Wijnands naast Fernandez. Zullen we hier de Nederlandse etappe zeker van deze beginner, deze debutant beleven? Ja, het is waar. Adje Wijnands gaat de etappe winnen voor Juan Fernandez met Freddy Maartens als derde. Dat is toch wel een schitterend succes voor de ploeg van Bos en vooral voor deze jonge beslissenaar die zo schitterend heeft teruggevochten met deze etappe tegen in ons. Ja, meneer Wijnands, u zegt het zelf al, dat was de vorige eeuw. Dat was 1981, hè, dat u die etappe won in Nantes. Is er verschil met het wielrennen toen en het wielrennen nu? Nou, in principe topsport blijft altijd hetzelfde eigenlijk. Alleen, natuurlijk, de verdiensten zijn anders dan toen dat tijd. Dus ik denk dat dat een van de grote verschillen is. Ja, is dat het grootste verschil? Ja, nou, met name topsport is toch iets beter zijn dan de ander. 1981, hoe kijkt u daar nou op terug? Nou ja, alsof het de dag van gisteren is, dat is toch onuitwisbaar. Dus dat was namelijk één van de twee ritzegers wat ik toen dat tijd in de Tour neerzette. Dus dat zijn toch momenten wat je dus nooit meer vergeet, nee. Ja, en als je nu zegt Adje Wijnands, Adje, dan weet iedereen nog steeds over wie we het hebben. Dus het maakt wel indruk op de mensen. Ja, ik denk natuurlijk, Tour de France is wat dat betreft, zeker in de wielersport, misschien in de sport algemeen ook heel heilig. Dat heeft Valkenburg dit jaar ook weer aan de lijve mogen ondervinden. En met name ook het publiek wat daar weer toch met grote getalen naartoe gaat. U houdt zich nu vooral ook bezig met de jeugd, met de talenten. Hoe gaat dat? Hoe pakt u dat aan? Nou, ik pak dat zo breed mogelijk aan. En ik laat eigenlijk in principe komt het erop neer dat ik met name in de jeugdsport, wat natuurlijk een heel groot verschil is ten opzichte van de topsport, laat ik eigenlijk de jeugd kind zijn in zijn eigen hobby, sport. Nou, en dat probeer je dan uiteindelijk ook tegelijkertijd het kind te laten behouden voor die sport. Waardoor hij tot uiteindelijk toch zijn eigen keuze kan maken. En welke ambitie en met name ook waar hij dus zelf uit gaat komen. En met de nodige discipline? Ja, oké, dat hoort er allemaal bij. Dus het is niet alleen maar in dit geval op de fiets hard rijden. Maar daar komen we toch ook fatsoenlijk om tegen die wat mee te halen, absoluut. Oké, discipline, dat heeft iedere sporter nodig, denk ik. Ook die sportploeg die hier in deze envelop genoemd wordt. U mag die bekendmaken. Daar is uw microfoon. Beste sportploeg 2006, het zeilteam Peulen. Ja. Het zeilteam Peulen, dames en heren. Limburgs sportploeg 2006. Alle vier de heren komen naar boven. Alle vijf, zes. Oh, het blijft komen. Ja, nou. Welkom. Van harte gefeliciteerd. Laten we heel even wachten tot iedereen boven is. Ik denk dat we een klein beetje bij elkaar moeten blijven. Anders dan zijn we niet meer in beeld. Nou weet ik niet. Ik ga toch heel even vragen wie u bent. U mag dus een beetje dichterbij komen. Heel even uw naam noemen. Mijn naam is Hans Peulen. Patrick Franke. René Henen. Peter Snellens. Chantal Hakel. Rick Kolstein. John Thomassen. En mensen zijn heel erg blij, dat kun je onmiddellijk zien. Wie is de woordvoerder? Hans is de woordvoerder. Hans Peulen. Goed, fantastische prijs die u hiermee wint. Nou werd er net in het filmpje ook al gezegd van u bent misschien in de rest van de wereld wel bekender dan in Nederland. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat de Habut-klasse waar wij in varen is een klasse die in Scandinavië, Duitsland en verder naar het zuiden, Zwitserland, Oostenrijk
enorme populariteit geniet en in Nederland wat minder. Je bent Nederlands kampioen geworden, wereldkampioen geworden. Tweede geworden. Oh, ik ga helemaal fout vanavond. Tweede geworden. Volgend jaar gewoon wereldkampioen. Dat zou mooi zijn. Daar gaan we voor. Nou, wij vinden het fantastisch dat u deze prijs gewonnen heeft. Nogmaals onze hartelijke felicitaties. Geniet ervan. Wens u heel veel succes met de ploeg. Het beeldje mag Ad Wijnands nog overhandigen. De prijs voor de sportploeg, de Limburgse sportploeg 2006. En ik zou dat ook maar aan meneer Peulen overhandigen. Oké, een prijs is natuurlijk om iets te laten merken dat je het dus heel goed gedaan hebt. Maar tegelijkertijd moet het ook weer een stimulans zijn om het komende jaar het te bevestigen, lijkt mij. Proficiat ermee. Dank u wel. Dames en heren, de Limburgse sportploeg 2006, zeilteam Peulen. Oh, als u het heel kort houdt, echt heel kort. Ik zou in ieder geval het team nogmaals hartelijk willen bedanken voor het schitterende afgelopen jaar. En natuurlijk iedereen die op ons gestemd heeft. Geweldig, dank u. En dat bent u thuis. Dank u wel. Geniet ervan.